Een discussie in Roosendaal is flink uit de hand gelopen, zoals je ziet. Een meisje wilde de bus instappen met drinken in haar hand. De buschauffeur zei dat dat niet mag. Er ontstond een discussie. Vanuit Arriva is de politie gebeld en het meisje belde haar familie op. Ze was namelijk wel ingestapt, maar wilde er weer uit en zou in paniek zijn geraakt. Twee mannen kwamen bij de bus aan en vroegen of de chauffeur de deur open wilde maken. Toen hij dat niet deed, sloegen ze uiteindelijk de deur en een paar ruiten in. Een van de mannen raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden, want de politie moet nog uitzoeken wat er nou precies is gebeurd.